Bonjour dames en heren, welkom bij Koken met John en Cuisine avec Lulo's. We zitten hier in het prachtige Frankrijk en we gaan pizza bakken. Wat doe je als je pizza gaat bakken? Je begint met de pizzadeeg. Hoe maak je pizzadeeg? We hebben hier heel mooi pizzadeeg en daar staat het ingrediënt op. Het leuke is, omdat we koken in Frankrijk, kijk hier, prachtig voorbeeld Frankrijk. Ik ga even naar de mensen thuis. Hoi, omdat we dus koken in Frankrijk is het ontzettend gemakkelijk dat alle uitleg op de verpakking in het Frans is. Lekker makkelijk. Nou dames en heren, wat hebben we nodig om pizza te maken? Nou, allereerst een vieze kom. Nee, dat is niet waar. Dat is gewoon omdat ik alle keer heb geoefend en dit het resultaat is. Zo moet het eruit gaan zien, einde van de video, waar ik eigenlijk nu al aan het verraaien ben. Maar dit bestaat niet, oké? Dit hebben jullie niet gezien. Dus, je begint met een schone kom. Doe maar alsof die schoon is. Een schone lepel, hetzelfde verhaal. Een maatbekertje in het Frans. Uitleg is ook in het Frans. Dit, voor de whisky, of de olijf, of whatever. Farine à pizza, de gist, tenminste, ik denk dat dat er staat. Zout voor die smaak en olie zodat het lekker door je vingers glijdt. Allemaal uit Italië, want de pizza is natuurlijk Frans, Italiaans. Als side item, terwijl we dus de deeg aan het maken zijn, hebben we hier de fruit en de groente al liggen. Kan je zien, hè, dat staat hier al lekker te rotten. Hè, en als dat klaar is, kan dat uiteindelijk zo lekker op de pizza. Lekker vers, verser dan dit kan het niet. Als het groen wordt is het niet goed. We gaan nu lekker in de kruidentuin, want alles moet bij ons vers zijn uiteraard. Dus we beginnen hier ons hobbytuintje, hè, zoals je dat vroeger op de basisschool had. En dan ga je gewoon kiezen wat je nodig hebt. Nou, tijm hebben we nodig. Hoe pak je zoiets? Kleine happies of... Pak je struimjes terug, hè? En dat is je oregano. Nou, één plantje is genoeg, want het is sterker dan wiet. Ja, hier een oregano, ook gewoon een takkie. Zo, op. Zo ziet het eruit. Het is geen vredestak, maar je raakt er wel tevreden van. Ja, zijn er nog meer kruiden die we nodig hebben? Ja, een beetje peterselie. Een beetje peterselie, hè, van Peter. Ja, we zien hier, dit is de peterselie. Dit is de vredestak, wat was dit ook alweer? Basilicum. Oh ja, de basilicum. En de tam heb ik volgens mij weggegooid. Basilicum, oregano, je brengt hem even in de war. Oregano is het. Vergeet maar wat ik gezegd heb, het is oregano. En dat is tam. Dus dat moet er allemaal in voor de smaak, oké? Okay? Ja, dan gaan we nu weer terug naar de tafel waar Irene Moors op ons zit te wachten. Nou, en als we dan nog even basilicum moeten pakken, dan kijken we even in de zwarte pot. Goeie vriendin van Ellen, zwarte pot. Nou, als je dus die hele kruidenmix in je handen hebt, moet je er vooral niet in gaan stampen, want dan krijg je stinkende handen. Maar het is wel lekker voor in de mix, voor de smaak. Dus zo ziet het er dan uit. Dan gaan we weer verder naar de tafel. Nou, je mietert al die kruiden bij elkaar en je kijkt er het eerste half uur niet meer naar. Allereerst pak je de bakmeel om de meel te maken en dan lees je de achterkant en dan besef je dat het Frans is wat je niet verstaat. Dus dan ga je zelf maar een beetje iets in elkaar klutselen, want je weet het, koken is geen wetenschap. Je pakt dus de perfect schone schaal en je dondert er voor 200 gram aan die zooi in. Je pakt hier ook de meter, want zoals je weet, meten is weten. En ook al is koken geen wetenschap, je wil toch dat het smaakt. Nou, we hebben die Franse zooi hebben hier. Farine de la pizza, wat iets is als bakmeel voor pizza. Dan ga je zoeken naar flourine. Hier. En dan pak je dus 200 ml van die zooi. En dan donder je erin. Goed kijken dat je er niet overheen zit, anders krijg je een droge koek. En dat is een heel ander recept. Nou, dat schud je en dan zie je dat ik er te veel in heb gedaan. Dan pak je je schone schaal en dan tief je die zooi in. Geef vooral niet goed te schudden, korrels hebben beweging nodig. Als ik me daar niet vergis, doe je de gist erin. Eén zakkie. Op die 200 milligram. 200 gram, wat is het? Maakt niet uit, het is geen wetenschap. Nou, krijg ik die zak nog open of ben ik een slappe zak? En je weet het, wat heel belangrijk is in dit schaaltje en in koken in het algemeen. Met liefde bestrooien, hè? Met liefde. Zo, nou, zakjes leeg, weg ermee. Hier bij Cuisine avec Lulo's houden we wel van een beetje zout. Dus je pakt zout en je pakt een klein theelepeltje. Niet te veel, anders is het niet te nassen. Je dondert daar zo in dat theelepeltje zo. Nou, dat werkt voor geen meter. Dus je pakt het grote gaatje. Dan gaat het al een stuk makkelijker. Dan heb je dus de zout. En dan kan ik dat als een barbaar in die mix gaan zitten tieven. Maar dat doen we niet, want koken is liefde, hè. Eerst in het handje. Dan doen we het in het andere handje. Dan besef je dat je een open wond hebt en dat dat pijn doet. Dan pak je die schaal en dan ga je gewoon... Liefde. Vergeet de vingertjes niet. Anders smaakt het niet. Hè? Zo. En weer schudden. Als je de perfecte mix hebt gemaakt, zorg je ervoor dat je 120 ml water hebt klaarstaan. Wat een beetje lauw warm is.
niet te heet, anders verbrand je je tengels. Maar anders is het hartstikke te koud en dan is het niet te kneden. Maar voordat je begint, pak je de mix en maak je eerst even een putje. Een klein cirkeltje zo in het midden. Ik ga jullie er even overheen, in vogelvlucht overheen halen. Dat was de vogelvlucht. Dan typ je dus vervolgens al water in het midden, anders kan je het niet mixen. Dan pak je de olijfolie. Het is extra virgin, extra maagdelijk. Pak je eerst even een slokje om voor te proeven. Echt, er zat nog een teugje op. Er zat rechtstreeks in mijn neus. Als je neus is ingebalsemd, pak je dus je shotglas. En we moeten er ongeveer 30 milliliter olijfolie in typen. Als je kan zien, deze, die gaat tot 20. Maar ik kan nog een beetje erbij doen. En voor alle mensen die vragen wat voor accent het is, ik heb geen idee, ik doe maar wat. Italiaanse olijfolie, hè. Heel belangrijk, ik hoor zeggen. Ja, en dan typ je er in het midden. Shotglas, niet verwarren met de whisky. Dan zei je alsnog een hele rare pizza. Hop, erin. Nu wordt het een brasseltje. Dus je pakt de schone lepel en je begint te roeren. Oh ja, heel belangrijk. Je roert een achtjes. Anders wordt het een klomp in plaats van een cirkel. Oh ja, nog een tip tussendoor. Altijd roeren met een houten lepel. Want je hebt ook een houten roller. De reden daarachter weet ik niet, maar het zal waarschijnlijk minder plakken. Nou, als je mix er dus uitziet als huismaat sterk ingezoomd, dan heb je het goed gedaan. Dan kan je gaan kneden. Dan moet je er een bolletje van maken. Daar gaan we. Als je wil gaan kneden, schroom dan vooral niet om veel geweld te gebruiken. Want deeg heeft jou iets fout gedaan en dat moet geklopt worden. Dus dan gaan we. We pakken die deeg en je maakt daar een bolletje van. Des te meer het op een bol lijkt, des te meer het op een gezicht lijkt en des te makkelijker het op de melk kan rossen. Dus we pakken alle zooi wat je in je pannetje hebt en dan vouw je bij elkaar en je knijpt dat lekker los tot een mooi bolletje. Dit is nog niet goed. Is nog niet klaar. Moet nog geslagen worden. En je pakt alle losse restjes van de pakkie en dat duw je op die bal. Ja, totdat die helemaal ruw en een beetje een ronde vorm hebt. Ja, gedaan mag je gewelddadig gaan kneden. Doe maar net alsof het een damestiet is. Maar goed hard zijn, want die dingen kunnen best wel wat hebben. Onder zoveel tijd even je geweldbot vieren. Zo, lekker. Hou het vooral niet tegen om jezelf lekker te laten gaan. Hup, balletje omhoog en vergeet het niet te vangen. Zag je dat op de camera? Ja, doe dan maar eens thuis. Lekker kneden, af en toe een beetje draaien zo. Wees maar lekker creatief. Wees maar lekker creatief. Weet je wel, die stressballen? Nou, dit is veel beter. Af en toe lekker slappen. Alsof het een lekkere kont is. Hoppa. You talk to me? You talk to me? I don't see nobody else, so I guess you must be talking to me, huh? Motherfucker, huh? Zo, lekker agressief. Nou, zodra je deeg de juiste vorm hebt, moet je hem laten razen. Hè? Zorg ervoor dat hij de juiste vorm hebt en dat hij mooi glad is. Nou, als je de perfecte ronde bal hebt, moet hij dus anderhalf uur razen. Je dondert hem in die bak en je kijkt er anderhalf uur niet meer naar. En je gaat hem lekker laten razen. In de tussentijd wil ik nog even van de kans gebruik maken om iets te vertellen over Frankrijk. Het is hier warm. Zodra je ballen klaar zijn met razen, zet je de oven aan. Je zet hem op 220 graden op een pizzastand als je die hebt. Zet de bol vooral niet boven de 250, anders heb je standje cremeren en dan heb je een zwarte pizza. Terwijl we wachten tot de oven is voorverwarmd, wil ik je nog wat vertellen over Frankrijk. Het is hier groen. Nou, als je dan anderhalf uur uit je neus hebt zitten vreten, moet je er dus uitzien. Zodat het 20 tot 30 keer groter is dan in het schaaltje past, dan is het goed. Wat ga je dan doen?
ga ik nu vertellen. Je zorgt ervoor dat je vlakke ondergrond hebt. Dat kan hout zijn, dat kan van alles zijn, dat kan je schoonmoeder zijn, dat mag van alles zijn. Dan pak je de bloem. Want je moet een bodem hebben waarop je lekker kan husselen. Strooi de bloem met je klauwen. Strooi daar zo een beetje met liefde op het ondergrond. Als het niet werkt, strooi het wat ruwer uit. Anders ben je een uur bezig. Als je er een genoeg zootje van hebt gemaakt, ziet het er zo uit. Alsof je je ome Vinnie met zijn gram coke over de vloer hebt. Dan veeg je het met liefde, veeg je het een beetje uit. Geen reden om de creditcard te pakken, want het is geen coke, maar bloem. En als je iets niet moet doen, is het bloem snuiven. Anders groeien er straks muffins uit je neus. Nou, als je tafel mooi wit is, kan je het bolletje wat je gemaakt hebt pakken en dan met veel geweld erop gooien. Shit, het zit vast. En nou lekker uitrollen. Zorg ervoor dat de bloem aan alle kanten zit, zodat het lekker niet aan de tafel plakt, maar dat je wel even lekker goed kan roeren. Ook hier, des te meer geweld, des te beter. Vervolgens doe je alsof je een erotisch massage aan het uitvoeren bent. En dan kneed je zo over de rug. Zorg ervoor dat het goed plat wordt. Ga maar lekker op zijn regilatuurs eroverheen. Nou, als je klauwen bezit hebt en je eindelijk beseft dat je gewoon een deegroller had, pak de hier de deegroller. Ook deze is uiteraard van hout, want dat plakt niet. Mooi plat maken, zeer belangrijk. Het makkelijkste is de boel van je af te rollen alsof je er vies van bent. Nou, als dat ding mooi plat is, kan het in je vormpie. Kijk, dan kun je daarna verder gaan. Kijk, en je ziet, als je het met liefde behandelt, dan krijg je een mooi vormpje in het pannetje. Je ziet, mijn handen zijn een stuk ouder geworden. Die kneden net iets zachter dan dat van mij. Want het harde werk moet je altijd een ander overlaten. Nou, en deze pizzabodem is dus klaar om besprenkeld te worden met allerlei zooi. Pizza is van oorsprong natuurlijk ontstaan om al je zooi die je dus in de kast en in je koelkast er staan rotten, om die op de pizza te flikkeren en om de laatste zooi nog even gauw op te kanen voordat je weer verse zooi koopt. Daarom ga je gewoon kijken naar waar je hebt liggen. Des te gekker de combinatie, des te beter en des te lekkerder de pizza. Dus schroom niet om vooral veel te experimenteren met wat je hebt liggen. Hier hebben we bijvoorbeeld mozzarella kaas. Een heel goed ingrediënt voor uw pizza. Zo te zien kersenjam. Iets minder geschikt voor de pizza. We hebben hier wel tomatensaus. Dat kan dan weer wel heel goed op de pizza. Sterker nog, hiermee begin je de basis. Omdat je daar alles doorheen kan gooien en het toch lekker smaakt. Je doet het dekseltje van het potje, gepakt de lepel en gepakt een flinke dot tomatensaus. Dat kwak je op je pizza, ongeveer zoals dat, hè? Kwak. En daarna smeer je dat zo netjes over de oppervlakte uit, totdat je een mooie rode oppervlakte hebt. Mag er gerust uitzien als een moordzaak. En kwak. En kwak. En nog een keer kwak. Je wil vooral proberen om overal ongeveer een centimeter aan rand over te houden, zodat er lekker een korstje omheen kan groeien. Nadat jij de tomaat overal hebt gesmeerd, ga je een beetje kaas erop zetten. Strooi hem maar. Als het ruikt naar oksel, is het goede kaas. Nu dus als eerste laag tomatenpuree hebt en als tweede laag de stinkkaas, hoe ga je dat doen? Je kijkt gewoon in de koelkast wat bijna over datum is. Nou, en dat pakte jij, dan snijde jij in stukjes en donder je over die kaas heen. Een prachtig voorbeeld van een gerecht wat je in je pizza kan typen zijn paddo's. Vers van de groenteboer, dan zijn ze het lekkerst en dan zie je de beste kleuren. Zodra je je paddo's zo erg gesneden dat ze dezelfde functie krijgen als Skittles Taste Rainbow, dan pak je dus die paddo's en die kief je zo lekker zo in je pizza over de kaas heen. Beetje verdelen, anders zit de ene zwaarder te trippen dan de ander. Naast de mooie champignons op de pizza is natuurlijk ook de paprika een zeer gewild product voor op de pizza. Dus ook die gaan we in stukjes snijden.
Vergeet bij de paprika vooral die lelijke dingetjes hier, die peperkjes, of die pukkeltjes, of die pichtjes, of hoe je die zooi ook wil noemen, netjes verwijderen in de groene container. Dus je haalt deze eruit, je dondert hem erin. Bij een groene paprika wilde jij die zooi, wilde jij er zoveel mogelijk uit hebben. Dus die doe je al voordat je begint te snijden, haal je de binnenkant eruit, zodat die zo leeg is als mijn hoofd. Na de paprika, zoals gezien, kan je ook nog kiezen om artisjokken of andere ingrediënten toe te voegen. Kijk bij het snijden van de objecten altijd uit voor je tengels. Mocht je ze toevallig raken en je begint te bloeien, giet het dan over de pizza alsof het bij de tomatensaus hoort. Nou, als alle ingrediënten op de pizza zitten, dan mix je het nog even af met een laagje kaas, zodat alles mooi bij elkaar blijft zitten. Prachtige kaas om je af te sluiten is mozzarella. Gepakt kleine stukjes en die doe jij zo op je pizza. Dat bindt lekker de ingrediënten lekker aan elkaar. Ze kunnen ze natuurlijk ook een schijfje plakken, wat het makkelijker maakt om ze op de pizza te tieven. Zodra je de laatste ingrediënt, oftewel de mozzarella, hebt toegevoegd, kan dat kreng de crematie in. Zo moet het er ongeveer uitzien, maar werkte jij met vis en vlees, dan moet er natuurlijk vis en vlees bij. Voor de smaak wilde jij vervolgens de ingrediënten een beetje garneren met oregano. Niet te veel, want het is een kruid. En uiteindelijk komt het dan zo als een kunstprojectje uit te zien. Maar dat kunnen ze niet maken hoor, bij de pizzeria zo. Voeg naar wens nog wat verse kruiden uit uw tuintje in. En voilà, een prachtige pizza. En dan zo de crematie over in. Waarheen leidt de weg? Nou, in de pizzastand zet je dus op 220 graden. Dus om en nabij 25 minuten in de oven bij een verse pizza. 220 graden en pizzastand. Heb jij geen geld voor een pizzastand, dan moet jij gewoon tot 25 minuten tellen en dan gewoon de oven op 220 zetten. Want de pizzastand is er ook maar voor de lol. Nou, zodra je pizza klaar ligt en zoals je ziet er prachtig uitziet, roep je gewoon keihard aan tafel! Als iedereen dan toch aan tafel zit, kunnen we beginnen om die zooi te nassen. Bon appetit! Nou, dames en heren, vergeet vooral niet deze video te liken, te delen met al die vreedzakken om je heen. En ik zie jullie bij de volgende video wel weer. En of dat een kookprogramma is of wat anders, dat zien we dan wel weer. Anyway, nassen. En mochten ze vergiftigd zijn, het is niet mijn verantwoordelijkheid. Doei! Lekker hoor! Goed poeier. Heerlijk! Wat vind jij ervan? Lekker hoor. Très bien. D'accord. Een bon cuisine. Tot ziens. Dit was Cuisine avec Lolo's. Tot de volgende keer.